Ik ben weer terug van vakantie. En daar horen de nodige wasjes bij. En bedden opmaken. En eigenlijk voor mij ook weer doorpakken. Want de laatste dagen van de vakantie ben ik iets te los geweest. Had ik ook wel verwacht. Ik dacht, zo'n goede mentaliteit ga ik niet 2 hele weken volhouden. Maar het belangrijkste is natuurlijk weer doorpakken. Dus ik start nu gewoon weer in stap 2, waar ik eigenlijk in stap 3 zat. Ik vind stap 2 voor mezelf een hele veilige stap. Omdat ik dan weet dat ik daarna weer kan opbouwen. Maar ook gewoon dat ik precies weet wat ik mag. Na zo'n vakantie, ik weet niet hoe het met jullie zit. Net zoals dat je dan weer de bedden gaat verschonen, alle was erdoorheen gaat jagen. En wat meer structuur erin probeert te krijgen. Heb ik dat met structuur door mijn hele leven dan weer heen. Dan wil ik weer met de kindjes structuur. Ik wil het huis schoonmaken. Ik wil goed op mijn eten letten. Ik heb weer zin om 3 keer per week hard te lopen in plaats van 1 keer per week. Dus ik weet zeker dat het goed komt. Bij het terugkomen van vakantie hoort ook voor mij weer een beetje het mezelf optutten en mooi maken. Een beetje het eerste wat je doet is je bed opmaken. Je zorgen dat je er leuk uitziet. Jezelf verzorgen. Want anders raak ik dat de rest van de dag een beetje kwijt. Dus wil ik mijn 1-op-1 dieet goed aanpakken, dan hoort dat er ook al een beetje bij.